een rank doen. En dan doen we zo meteen weer een pot met de kijkers, ja? Mag iedereen weer meedoen. Oké, daar gaan we. Als er een spot is, ja, zometeen kunnen jullie gewoon weer joinen. Maar we gaan even een paar potten rank doen. Solo. En dan daarna gaan we weer met de kijkers. Zo, wat zit iedereen dat OP, al die OP-heids te spelen? Oké. Okay. Dan gaan we. Iedereen speelt wat andere items. Maar ik moet even level 10 worden, denk ik. Wat is dat item? Iedereen pakt die. Ja, hier zie je ook al mensen gewoon andere poppetjes pakken en zo. Snorlax, Absol zie je veel. We gaan het zien, jongens. Ik ben heel benieuwd hoe deze pot gaat verlopen. Ranked is natuurlijk wel heel anders dan gewoon een standard game. We zijn net wat serieuzer. Oké, jongens. Zo. Weet, gaat hij weg? Oké. Okay. Ik ga wel gewoon naar bot toe. Als die Apple zo graag met jungle wil. Bot zit ook wel wat goede creeps. Ook die A-pomps en zo. Ik heb hem. Ik heb hem. Later. Oké. Okay. Lekker, let's go. En go. Dit is een pay to win, mensen. Hoezo pay to win? Hoezo is het pay to win? Kan je die items gewoon kopen? Ja, anders koop ze ook gewoon, hè. Ja, maar deze man die is echt poep slecht. Waarom speelt deze man rank? Ja, maar deze mannen bakken er echt weinig van, kan ik je vertellen. Even kijken hoor. Die levels in de Battle Pass kun je kopen. Oh echt? Kan je dat gewoon kopen joh? We moeten echt even die ballen inleveren. Oké, kom op. Nou, ik ga gewoon eerst de ballen inleveren. Dat is sowieso beter. Dit is gewoon heel lekker weer, hoor. Doeng. Ik ben wel echt oprecht lekker aan het spelen. Dat meen ik echt oprecht. Ik heb wel, zeg maar, een idee, zeg maar, wat mijn poppetjes doen. En het is wel echt oprecht een voordeel dat ik al... dat ik al de beta heb gespeeld. En dat ik natuurlijk League of Legends ervaring heb. Ja, maar ik ben echt 3 levels hoger of zo. Ik ben echt 3 levels hoger dan die man. Kom op. Ik ben even level... Ja, ik met die man wel... Oh, wat? Als ik deze pak, ben ik level 9, denk ik. Ben ik gewoon al Charizard. Ik heb geen idee wat ik aan het doen was net. Ik deed niet zoveel voor die ult. Ja, maar... Crystal is ook een tank, dus... Die doe ik niet tegen hebben. Wil je die box nog over? Jazeker! Er zat een special edition Pikachu controller in. Ik heb nog geen levels in de Battle Pass. Ik loop rechtstreeks in mijn nek. Ja, ik wou dat zeggen, ja... Ik heb gewoon geen idee, hè. Volgens mij kun je wel gewoon alle items en zo kopen. Oké, ik ga naar top.
Oké. Ik heb wel het idee dat ik echt een rugtas aan het dragen ben. Dat ik een rugtas op heb. Wat denken jullie? Ik ben wel echt aan het ownen, gewoon oprecht. Ik merk wel echt dat deze gasten er echt weinig van bakken, zeg maar. Kom op, ballen, ballen, ballen. There we go. Naar bot. Oké. Oh, nee, er loopt er een. Kut. Ik had die helemaal niet gezien. Oké, we moeten die dreadnought pakken. We moeten die dreadnought pakken. Ja, is die oefende. Ja, sowieso. Hey, er liep gewoon iemand met 1 AP voorbij. Ik zag hem gewoon niet. Ik zag hem gewoon oprecht niet. Gewoon. Oké. Maar ik ben ze nu wel echt aan het smacken, gewoon. Maar ik ben ook wel echt veel hoger level dan hun al. In ieder geval, dat idee heb ik wel, zeg maar. Hallo? Hallo? Pak ze! And we got him. Level 13 met 3,5 minuten gaan. Ja, dat is wel vrij sterk volgens mij, ja. Kan mijn team ook nog helpen of helemaal niet? Ja, hoeft niet hoor. Ik vind dat er weinig geholpen wordt. Maar ik loop wel echt te genieten hier. Volgens mij heb ik echt zoveel kills, joh. Dit is wel echt oprecht mijn eerste ranked game. En ja, het gaat gewoon gelijk lekker. Dit is gewoon een heel lekker potje. Ja, en het chillen van Charizard is dat je best wel veel mobility hebt. En ook gewoon best wel veel auto-attack damage. Oké, kan ik ze 1 tegen 3 aan? Ik ga het gewoon proberen, hè, chat. Zijn jullie klaar voor? Er zijn er 3, hè. Oké, dat is 1. Oh, wat een bastard, hè. Zag je dat? Hij kwam daar uit de bossen en hij was hem gewoon snel gepiept. Het spel is zeker gratis te downloaden op de Nintendo Switch. Je hebt niet eens Nintendo Online nodig. Zijn hier nog pauze? We moeten echt die Zapdos killen. Vanaf 2 minuten komt Zapdos. Met nog 2 minuten op de teller komt Zapdos. En dan krijg je 100 munten. En je krijgt ook een instant delivery krijgen. Dus als je zeg maar... Oh, wat? Gaat de verkeerde kant op. Daar moet ik nog even aan wennen soms. Als je zeg maar Zapdos hebt. Die levert 100 ballen in. En daarnaast krijg je, als je je ballen inlevert bij een punt en je hebt Zapdos geactiveerd, dan levert die automatisch in, dus heb je geen tijd om dingen in te leveren. Dan krijg je niet die animatie om te dunken, zeg maar. Ik had wel heel veel laten zien. We gaan wel gelijk even... Oh! There we go. Ik zal wel gelijk even laten zien.
Oh. Kijk, als je nu hier gaat staan zo. Boom. En gelijk. En gelijk dubbele punten ook, omdat het in de laatste 2 minuten is natuurlijk. Ja, ik ben ook al level 15. Dat is het hoogste level in het spel. En ja, dat is gewoon heel sterk. Oh-oh. Ah, nee, ik denk dat ik dood ga. Ja, helaas, helaas. Je bent gewoon max level, joh. Ja, is niet normaal, James Z. Bond. Ja, het is inderdaad een MOBA. Gewoon een multiplayer online battle arena game. Waarbij je 5 tegen 5 speelt. Oh, je kan ook zo de map groot maken. Oké. Oh, met plus kan je de... Pff, ik heb 15 kills. Holy moly, kijk de scores, jongens. Je hebt dus wel... dat wist ik dus eerst niet. Met plus kan je dus de scores checken. Ik dacht dat dat dus niet kan. Nou, ik denk dat we gewonnen hebben. Hele lekkere pot. Ja. 460 en 279. We hebben gewonnen. Boom, boom. Onze allereerste ranked game is een win. Met de Charizard. 92 punten. 277 ballen ingeleverd. 15 kills en 2 assists. Nou, ik heb wel een klein beetje het idee dat we dit potje hebben gewonnen door mij. Maar, ja, dit is gewoon een heel lekker potje geweest. Dit is gewoon een heel lekker potje geweest. Ja, jongens. Charizard, mijn main man. Jongens, Road to Challenger. Mijn eerste potje ranked en dan gelijk zo'n game. Fucking nice. En ik hoop dat jullie het vette game vonden, jongens. Oké.